Welkom bij experiment deel 132, Jenga. Heb je er altijd van gedroomd om elkaar voor het blok te zetten en een wankel evenwicht te creëren? Dan is dit jouw spel. Daar gaan we achter komen. Benodigdheden: blokjes en een paar spelers. Bij voorkeur 3 of meer, misschien zelfs 8. Hartstikke leuk. Een beetje een wankele tafel is altijd erg leuk. En, nou ja, goed. Hoe werkt het spel? Om de beurt haal je een blokje er tussenuit en die zet je er bovenop. En, nou goed, steeds één blokje. Op het moment dat jij dat blokje erop legt of er tussenuit haalt en de toren valt om, dan heb jij verloren. Dit spel heeft dus niet één winnaar, maar één verliezer. Nou, we zullen de toren weer even in gereedheid brengen. Maar Jarek, begin er van mij. Yes, wel oké, dan pak ik deze. Het is een muur vast, man. Zo. Ja, kijk, als je hem zo hoog mogelijk wil maken, moet je nooit de middelste pakken, maar altijd aan de buitenkant. Dan kun je hem zo hoog mogelijk maken. Ik zie uiterste concentratie. Stil. Vooral niet zenuwachtig worden. Niet zenuwachtig worden. Oh. Zitten we op onze leeftijd nog met blokjes te spelen? Oh! Pak dan een andere. Ja, deze. Nee, kan maar. Je hebt er al eentje losgemaakt voor Jesse. Graag gedaan, man. Maar kijk eens. Juist. Ja, dat is wel moeilijk voor jou, hoor. Oh, ja, wat van mij. Ik word maar zo niet zenuwachtig. Ja, hij pakt helemaal daar, jongen. Ja. Mag dat ook? Gewoon slim. Dat mag, maar de pro's die pakken zonde vandaan. Ja, precies. Maar ik heb nooit gezegd dat ik een pro was. Nee, precies. Hoeft ook niet. Ik ga gewoon lekker safe spelen. We gaan gewoon de middelste pakken. Ja, dat doet een pro inderdaad zeker niet. Nee, dat zie je nu ook. Dat is zeker geen pro. Oh, oh, je zegt het. Wat nou verliezen, man. Ik ben anders wel een pro. Ik heb meerdere dingen op één. Nou, tot nu toe is hij nog niet één keer omgevallen. Ja. Jar. Nou, wij op deze verlossen. Atjoe! Hij houdt je mond even dicht. Concentratie. Pas maar op, tegenwoordig moet je dat in je elleboog doen in plaats van in... Oh, ja. Corona-proof. Weet je wat, ik blijf wel de pro, maar ik hou toch een beetje bij. Poesie. Nee, Poesie loopt hier ook nog ergens rond. Die is gitzwart. Dat is wel waar, ja. Snoesie heet die Poesie. Snoesie. Niet die van die telefoon, maar... En als er zo een muis op de tafel loopt, dan gaat die kattentoren omver rennen. Maar tot hier kan je al niks meer pakken of je laat omvallen. Ja, precies. Ja. Knap als je deze eronder vandaan pakt zonder dat hij omvalt. Dat zou knap zijn. Het is mogelijk. Het kan, het kan. Ja, in theorie wel. In de praktijk blijkt het meestal niet te werken. Yes. Oh, gaat u nog de middelste? Ja. Okay. Ja. Oh! Enge safe. Hij zit nu vast, man. Concentreer je. Ja, oh, als het nu opvalt, weet het genoeg. Dat ding is zo los, hè. Geluk hebben. Ja. Ah ja, even stil. Is los. Ah, je ziet daar dat het geen pro is, want dat gaat voor de middelste. Hij mond. Ja, maar. Ja hoor. Maar ik kan nog bijna de bovenste ding niet meer zien. Jullie kunnen allebei nog verliezen, hè? Weet je dat? Ja, ik kan ook anders op verliezen. Ja, precies. Zeg maar niks. Ik ga verstaan. Oh.
Oh. Ja, zeg je dat? Niet waar ik zo. Geluk hebben. Daar had Johan bijna verloren. Oh, dan moet ik zeker weer. Ja, ja. Nee, jij bent aan de beurt. Netjes volgens de volgorde van de klok. Ja, ze mag ook wel. Ho. Geluk hebben. Dit ziet er best technisch uit zo. Ja, maar dan gaat hij poesje spelen. Dat is gewoon slim. Ja, dat die zou je niet pakken. Dat had jij ook gedaan. Ah, jawel, ga je dan verliezen, man? Ja, denk het wel. Dat kan niet meer. Ach, nee, dat moet toch omvallen. Dat kan niet anders. Oh. Hij kan niet omvallen. Wow. Ah, wat die toren is zo klein ook. Ja, welke pak je nu? Misschien deze. Als kind heb je vast nooit zo geconcentreerd. Oh! Ik heb verloren! Nee! Is het nou zo moeilijk? Jenga, doe dit gerust thuis, na. Tot ziens!